Coolie Coolers, hier Nicole vanaf het vliegveld. En ja, ik ben alleen zonder Stijn. En nee, ik ga nog niet naar Nederland. Dat is pas volgende week. Dan gaan Stijn en ik de camper ophalen. Heel veel zin in. Nee, ik ga dit weekend alleen naar Ibiza. Oh ja, en waar denk jij eigenlijk aan bij Ibiza? Aan zon, zee, strand en party? Nou, dat ga ik trouwens niet doen. Ik ga het heel rustig houden. Gewoon even een weekendje alleen. Gewoon voor mezelf. En ja, ik dacht, ik neem jullie graag mee, want Culicu Lifestyle is ook goed voor jezelf zorgen. Dus niet alleen op voetgebied, maar ook de rust nemen, lekker bewegen. Dus dat ben ik van plan te gaan doen. Ik hoop jullie graag te laten zien wat ik zo al ga eten, want ik wil er een Culicu weekend van maken. Bovendien zijn Stijn en ik in deze maand, januari, alcoholvrij aan het drinken. Dus dat hoop ik ook door te zetten. Jullie gaan het zien. Maar goed, de hoofdzaak is voornamelijk lekker genieten. Ja, ik ben benieuwd wat het weer zal doen, want nu zit ik lekker in het zonnetje. Maar Ibiza, de weersvoorspellingen zijn niet super goed. Maar ja, we gaan het zien. Zo, ik sta nu in de rij om te boarden. En het is lunchtijd, dus ik ga straks lekker een heerlijke salade eten. En vanochtend heb ik trouwens een smoothiebol op. En daarna ben ik met Stijn even een koffietje gaan drinken. Afscheid genomen en toen ik in de trein zat, heb ik nog een banaantje op. Aangekomen in Ibiza en kijk eens hoe gaaf het er al uitziet. Ik zit dus bij de oude stad. Volgens mij moet het hier zijn ergens. Zo, ingecheckt in mijn appartementje. En nu hoop ik nog eventjes de zonsondergang te zien. Alleen, het is iets bewolkter geworden. Kijk. We gaan even kijken. In ieder geval de zee spotten. Zo, lekker aan de thee. Echt heel Spaans op dit tijdstip, want het is nu 7 uur. Ik was net terug van mijn zonsondergang wandeling. En ik liep langs al die cafeetjes en dan zie je dus alle Spanjaarden koffie of thee drinken met een merienda. En nou, laat ik toevallig dus een banaanpannenkoek hebben gemaakt. Dus ja, ideaal. Dus daar ga ik lekker van genieten. Ja, en om het echt Spaans af te sluiten ga ik natuurlijk een tapertje eten. En dat ga ik doen met een oud vriendinnetje eigenlijk nog van de middelbare school. Die woont in Ibiza en ik heb haar, ja, ik denk 8 jaar niet gezien. Maar ik ben heel benieuwd. Ze heeft me een leuk adresje gestuurd van een tapasbarretje. Dus dan gaan we lekker een tappertje eten. En ik denk vegetarisch, want zij is vegetarisch. Dus ik ben benieuwd. Ja, is ook een beetje normaal. Nee, dat willen we niet. Willen we niet. Nee. Ik wil even een pizza laten. Hoe weet jij dat ik het wil? Ja, ja, ik ben al goed bezig geweest deze ochtend met mijn kopje thee. Nou ja, yoga heb je gezien natuurlijk. Maar ik heb net Spaans gedaan. Ja, Stijn, ook hier doe ik aan mijn Spaans. De maand januari staat in het teken van Spaans leren. Omdat we het gewoon beter willen spreken, veel meer zelfvertrouwen willen hebben. En dus hebben we een Engels-Spaanse cursus online gekocht. Ja, vanuit Engels is het wel echt super, super simpele tricks hebben we gekregen. Vandaag met ID, net als liquid. Dan kun je er gewoon van maken. Liquido. Ja, super handig toch? Oké, nou en ik ga nu mijn ontbijtje maken. Oh, mijn ontbijt van today. Ja, ik heb een paar even katten schaaltje klaargezet, maar die was een beetje te klein. Dus ik heb hem gelijk op een bord gedaan. En het is een heerlijke fruitsalade met sinaasappel, peer, banaan, amandeltjes, rozijntjes. Dus ik ga daar lekker van. Ja, ik had me van Ibiza ook iets anders voorgesteld. Maar ik heb gewoon een paraplu nodig. Het staat behoorlijk wat wind. Maar niet getreurd. Ja, ik heb gewoon mijn sport.
werkkleding aangetrokken en ik dacht, ik ga gewoon lekker een wandeling maken. En mijn doel is om naar Passion te gaan. Toevallig is mijn broer daar, ik denk 4-5 jaar geleden geweest, is niet waar. En gisteren kreeg ik het ook als tip van Merel. Dus ik ga daar, het is een heel organic winkeltje met lekkere sapjes en dingetjes. Dus daar ga ik me eens even goed verwennen. Ja, inmiddels even muts opgezet ook. Ik sta nu bij de haven. En wat wel leuk is, daar aan het einde, daar zie je dus de oude stad. En daar zit ook mijn appartementje. ¿Qué has desayunado esta mañana? ¿No has desayunado? No, ¿tú no? ¿Tú sí? Sí, con frutas, banana y pera y... Sí. Sí, con amama. ¿Y tú? Pues tú no. Sí. ¿Y tú? Yo, café con leche. Sí. Y pan con tomate. Ah, tomate. Oh, we zijn dus even in gesprek over het ontbijt. Sí. Maar ik sprak deze man aan. Door de podcast. Paco. Paco, es Paco. ¿Y vos? Nicole, pues nada. Encantado, sí. Muy sí. Bien. Ik was aan het wandelen en nou ja, dat is sowieso goed. Maar deze man doet het ook iedere dag. En hij is 70. ¿Entiendo? Sí, así tengo. Sí, hoy hace mal día y no puedo. Sí. Pero normalmente me voy con Bermuda a la playa. Pero hoy está muy mal la playa. Ahora es muy mal, ya. Dus sí. Hij zegt vandaag ahora is het, muy mal la playa. Is het slecht pero, weer. Pero, mi tienda, Passion, ¿es aquí? Más adelante. Oh, más adelante. Muchas gracias. Adiós. Oké, ik was zo in gesprek met Paco dat we dus gewoon voorbij die Passion zijn gelopen. Maar toen dacht ik, nou laat ik even naar de andere kant van het strand gaan. En jeetje, moet je kijken, het is echt veel regen gevallen. Het loopt zelfs helemaal over, joh. Moet je kijken. Yes, ik heb het gevonden en ze noemen het de Home of Health and Happiness. Nou, hoe toepasselijk is dat? En ik zit hier lekker met mijn turmeric tonic. Nou, ik dacht ik ga iets nieuws doen. En het is eigenlijk wel heel cool. Het is een tonic van dus gewoon water met citroen, kurkuma en gember. Ja, dat is het eigenlijk. En het voelt heel gezond. Oh ja, en wat ik gisteren nog in de vliegtuig heb gedaan, is een webinar gevolgd van Robin Sharma. Kijk, ik heb hier zijn worksheets hier liggen. Robin Sharma. Stijn en ik zijn helemaal wild, soort van wild van hem. Want hij is echt de master of mindset. En we halen heel veel zinvolle dingen eruit om nog fijner te leven en ons goed te voelen. En in zijn webinar kwam eigenlijk een heel simpel opdrachtje, wat je dagelijks kan doen, om je eigenlijk fijner en lekkerder te voelen. En dat is eigenlijk 3 dingen opschrijven waar je dankbaar bent voor die dag. En ja, ik heb het gewoon gelijk toegepast. Nou, dan wordt het gewoon van de ene plek naar de andere plek. Eten, drinken. Net gaf de dame van Passion aan dat aan de overkant zit eigenlijk nog een leuk tentje voor een koffietje. En ik dacht, ja, aangezien het toch nog steeds regent, kan ik dat best doen. Ja, dat ziet er lekker uit, hè? Dit is dus een tijdschrift van dat tentje waar ik net geweest ben. Superleuk, er staan hele lekkere recepten in. En ook nog iets wat Stijn en ik ook altijd nog graag een keer willen gaan doen. Ga ik eventjes laten zien. Kijk. Ta-da-da. Dat is dus branding, eigenlijk merchandising op t-shirts. Toch, Stijn? Oh ja, en terwijl ik dus op het bed zat te lezen, heb ik ook wat gesnackt. Wat amandeltjes, abrikozen... En ik had ook nog wat cherry tomaatjes. Ja, goede combi, hè? Nou, ik ben nu dus voor het eerst ook echt een weekendje weg. Maar ik ga nu nog iets doen wat ik voor de eerste keer ga doen. En dat is alleen uit eten. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Heb jij het wel eens gedaan? Ik weet van Stijn wel, toen hij in Parijs zat. En ik krijg zo'n hier in. Oh, het regent. En het restaurant waar ik naartoe ga, heeft te maken met een land waar Stijn en ik heel graag nog een keer naartoe zouden willen. En Stijn, je weet het niet, hè? Wat denk je? Nou, zo
Salut. En het zijn drie gangen. De eerste gang heb ik kip tandoori. Dus dan ga ik gaan proeven. Die kip tandoori was echt de lekkerste die ik ooit heb gegeten. En ja, als je dan nadenkt over die kant-en-klare verpakte kip tandoori, dat slaat echt helemaal nergens op. Inmiddels is mijn volgende gerecht. Kip tikka masala staat er voor mijn neus en het ziet er echt heel lekker uit. En het ruikt lekker, dus ik ben benieuwd. Wow, man, wat heb ik lopen smullen in het restaurant. Dus Stijn, ik ben erover uit. Wij gaan een keer naar India en Nepal, want het was echt te gek. En ik denk dat we ook heel veel inspiratie voor jullie culicoolers kunnen gaan hebben. Dus ja. En het is droog, dus ik ben blij. Dus ik ga lekker lopen. Yes, dit is mijn avondeten. Dus het wordt een soort tapasavond, maar dan lekker aan huis. Ik heb hier pimento de padron, dat is echt iets typisch Spaans. Lekker gegrild met wat zeezout erover. En dan hebben we wat jamon. En ja, kaas. En dan denk je misschien, kaas, dat is toch helemaal niet culicool? Nou, ik heb het nog even opgezocht, want ik was er toch wel benieuwd hoe dat nou zit. En nou is dit oude kaas. En oude kaas bevat geen lactose, dus culicool proof. Dat komt omdat door het proces wordt lactose eigenlijk helemaal afgebroken. Dus check. De avond even af te sluiten met mijn drie dankbare momenten, want ik heb ze weer opgeschreven van vandaag. De eerste is de ontmoeting met Paco, dat hebben jullie kunnen zien. Verder, het alleen uit eten, maar ik heb echt de smaak kunnen proeven. En ja, een tip, ga ook gewoon een keertje alleen eten, want dan ben je niet afgeleid door het gesprek of wat dan ook. Dan ben je echt puur met het eten bezig en ja, ik moet zeggen, dat vond ik wel een bijzondere ervaring. En ja, mijn derde is eigenlijk het nee zeggen van vanavond. Want ik weet niet, ik heb allerlei mensen hier ontmoet in Ibiza. Zelfs hier in de straten. Mijn buren, die hadden me uitgenodigd voor een feestje vanavond. Maar ik heb gewoon nee gezegd en het voelt hartstikke goed. Ik ga lekker op tijd naar bed en morgen hoop ik de zonsondergang te zien. Ik hoop dat die wolken er nu niet zijn morgen en dat ik het zonnetje kan gaan zien. Slaap lekker, doei! Buenos dias! Ja, het is nog lekker donker zoals je ziet, maar ik heb al heel veel gedaan. Ik ben begonnen met dagboek schrijven, toen ben ik yoga gaan doen en daarna heb ik al Spaans gedaan. En moet je eens kijken, de zon is nog niet eens op, want die ga ik nu bekijken. Ik ga lekker wandelen. Daarboven zie je het kasteel eigenlijk van Ibiza en dan kun je helemaal omhoog lopen. En paraplu maar weer mee. Wel een prachtige plek en droog, dus dat is ook mooi. Ik wil graag deze Ibiza-trip met jullie hier afsluiten. Ik hoop dat je het hebt leuk gevonden om mee te kijken en dat ik je heb geïnspireerd met wat ik zoal gegeten heb, wat ik gedaan heb en een aantal mindset dingetjes met jullie heb gedeeld. En ik ben heel erg benieuwd of jij ook wel eens alleen weg bent geweest of een dagje of een weekend. Laat het me weten. En ja, als je dat nog niet hebt gedaan, dan raad ik je het aan om het echt te doen, want het is echt toch wel heel erg leuk. Je maakt leuke dingen, maar je hebt meer aanspraak met mensen. En heerlijk. Gewoon even een soort van timeshift weekend. Dus ik zeg vanaf hier.